Goed, nou, ik ben hier aangekomen in Houten. Na zo'n 30 kilometer fietsen. Toch wel een beetje warm, maar het is gelukkig allemaal goed gegaan. En morgen nog maar één dagje te gaan, dus ja, het komt vast helemaal goed. Mooi om hier te zijn bij de familie van de Maas. Welkom ook en fijn dat u hier ook voor open staat. Ja, ik heb eigenlijk de kijkers al een beetje meegenomen en gezegd dat u veel gedaan heeft in zending. Daar in het verleden ook veel werk in hebt verricht. Tenminste, ja, we mogen dat denk ik toch wel zeggen. Altijd betrekkelijk, ja. Ja, ja. Ja, maar kunt u iets daarover delen wat uw ervaringen in het verleden zijn geweest met zending? Ja, eigenlijk is bij ons al heel lang, al voordat we elkaar kenden, het verlangen om te dienen in de zending gekomen. We waren allebei betrokken bij het evangelisatiewerk in Utrecht, zeg maar bijna 50 jaar geleden. Zo lang is het al geleden. En toen we elkaar leerden kennen, toen was het verlangen er eigenlijk al dat, ja, dat de Heer ons de weg zou wijzen om in het buitenland te dienen. En zijn we, nadat we getrouwd waren, zijn we naar India vertrokken om te gaan werken op een christelijke school daar, middelbare school. En nou, dat was best wel een hele goede ervaring, ook omdat we daar toen ook voor woord en daad allerlei werk konden doen. We hebben 5 jaar gewerkt op de school, wiskunde en natuurkunde heb ik gegeven. En Jannie was internaatouder, dus van meisjes in de puberteit. Ja. En ik heb toen ook heel veel gereisd voor woord en daad om hun projecten te bezoeken die toen net zo'n beetje van start gingen. Okay. In India. Ja. Allemaal in Zuid-India. Oh, ja. Dus dat was onze eerste zendingservaring. En je hebt nog meer vragen denk ik. Dus, maar dat was, zo is het zendingswerk eigenlijk langzamerhand steeds belangrijker geworden in ons leven. Ja, precies. Ja, ja. En welke landen zijn jullie vervolgens nog meer werkzaam geweest? Nou, toen zijn we teruggegaan naar Nederland. En dat was eigenlijk vooral voor het onderwijs van onze 2 geadopteerde kinderen. Want als je zegt van, hoe belangrijk is het zendingswerk en wat heeft het voor je betekend, dan is het wel ook wel heel bijzonder dat we, toen we nog maar net getrouwd waren, toen we ook niet wisten dat we 10 jaar zouden moeten wachten op eigen biologische kinderen. Ja. Dat er 2 Indiase kinderen op onze weg daar kwamen. En die hebben we toen geadopteerd. Mm-hmm. En toen die op een gegeven moment naar de school moesten, voor basisonderwijs, toen dachten we dat het een goed moment was om naar Nederland te komen. Dus toen zijn we 1 jaar of 10 in Nederland geweest. Inmiddels hadden we toen 2 biologische kinderen gekregen, 2 jongetjes. Oh, ja. En toen zijn we met z'n 6 in 1992 naar Papua vertrokken. Dus dat was de 2e ervaring in het zendingswerk. Ja. En daar hebben we 1 jaar of 7 gewerkt. Okay. En dat was vooral bijscholing geven aan ouderlingen, toerusting aan evangelisten die vaak op toch wat afgelegen posten heel eenzaam hun werk doen. Ja. Maar daar waren dan al wel kerken of christenen in ieder geval? Ja. Ja, ja hoor, het is... Het was geen pionieren? Nee, het was niet echt pionieren. We hadden ook weer kinderen van andere zendingswerkers in huis. Er was een gevestigde kerk, er was zelfs een theologische school, waar de familie van Kranenburg werkte. Er was ook een onderwijzeres voor onze kinderen. Dus als onderwijsvrijwilliger moet dat aanspreken. Ja. Jette Flipsen heeft eigenlijk onze 2 jongste kinderen zo'n beetje de hele basisschool gehad. En, maar ik was dus wel vaak van huis om cursussen te geven in het hele gebied. Ja. En dat was ook wel, ook wel lastig werk soms, vaak van huis zijn. Ja, voor het gezin dan ook. Ja, klopt. Best intensief. Ja. Want soms was er geen water, soms was er geen elektriciteit. Ja, er altijd, waren echt ook best wel, ook in die tijd wel veel problemen. Ja. En toen vervolgens, vertelde u zojuist dat je ook in Ecuador gewerkt hebt. Dat was in die periode na wat u net verteld heeft? Ja, klopt. Want toen zijn we voor het middelbaar onderwijs van onze 2 jongste kinderen zijn we teruggegaan naar Nederland. En toen zijn we, 7 jaar of zo in Nederland geweest. Daar heb ik weer lesgegeven op de Driestar. Oh ja.
wiskunde. Voorheen gaf ik vooral natuurkunde. En toen die oud genoeg waren om zelfstandig hier in ons huis te blijven wonen, hier in Houten, toen zijn we dus met z'n tweetjes naar Ecuador vertrokken. En hebben de laatste 8 jaar voor ons pensioen nog gewerkt. Ja. Dus inderdaad, 3 periodes van ons leven zijn toch wel heel belangrijk geweest voor onze betrokkenheid met de zending. Ja, ja. Ja. Toch heel wat jaren inderdaad ook bij elkaar. Ja, ja. Mooi. We zeiden zojuist al, jullie hebben wel in die zin best veel gereisd en veel gezien ook. Is er misschien specifieke ervaring of herinnering in het buitenland die u met ons zou willen delen? Dat u zegt, van daarin zie je iets moois terug of... Ja, dat lijkt me mooi om dat ook mee te geven. Nou ja, ik vertelde al van onze 2 geadopteerde kinderen. Dat vonden we toch wel een hele speciale zegen. Eigenlijk nog steeds ervaren we dat het een wonder is dat ze in ons gezin gekomen zijn. Op een gegeven moment gingen we naar Papua. En toen gingen we dus met z'n allen. De 2 oudsten die gaven les aan onze jongste kinderen. En wij konden naar de taalschool. Later gingen we terug naar Nederland. En toen we in Ecuador waren, waren de 2 oudsten eigenlijk toch ook weer een klein beetje de vervangende ouders voor onze jongste kinderen. Dus we zien ook best wel heel veel zorg van de Heere. Ja, mooi. Ja, een bijzondere leiding dan daar eigenlijk wel. Terugkijkt. Ja. Mooi. Ik heb inmiddels een aantal mensen ook gesproken die dan in de zending hebben gewerkt. En die geven ook aan, hè, zending is iets heel moois. En ook wat ouders bijvoorbeeld ook aangaven. Het is ook heel mooi als je je kinderen bijvoorbeeld aan de zending ook af mag staan. Liever aan de zending dan aan de wereld, werd er gezegd. Dat was vond ik een mooie uitspraak. Toch hoor je ook wel zendingen, kan ook eenzaam zijn. U noemde net al iets over die periode te veel van huis was bijvoorbeeld. Was dat voor u ook het moeilijkste eigenlijk in die periode dat u in de zending heeft gewerkt? Zijn er nog andere dingen van u zegt van... Ja, dat zijn ook wel echt wel lastige dingen. Nou, als ik dingen noem van de tijd in Papua. Dat was wel heel geïsoleerd. Bijvoorbeeld toen onze 2 oudste kinderen hier teruggegaan waren naar Nederland. Op een gegeven moment trouwden en hun eerste kind kregen. Zaten we daar en dan duurde het soms wel bijna een maand voordat een brief er was. Dus het contact met hen was lastig. Ja. Wat ik ook als heel lastig ervaren heb, is op een gegeven moment dat ons visum verlengd moest worden, maar nog steeds niet verlengd was, dus dat we het land niet uit konden. Mijn moeder werd ziek, die kreeg kanker. Je zag haar langzamerhand achteruit gaan. En dat vond ik toch moeilijk, dat je dan niet daarheen kon. En we hebben het ook wel als een wonder ervaren dat ik toch een paar dagen voor de overlijden een verlenging van het visum kreeg. En ik haar dus nog net voor haar sterven, 3 dagen voor haar sterven, heb kunnen ontmoeten. Er is ook nog een periode geweest dat ons verlof gepland was. En we zouden op vliegtuig stappen en ineens komt er een probleem met het visum. En wat moet je dan doen? Ja, ik ben maar gebleven in Indonesië, want anders zou je het visum dus helemaal verliezen. Ja. Maar Jannie met de kinderen is naar Nederland gegaan. Toen zijn we dus 3 maanden apart opgetrokken. Dus dat zijn wel dingen die lastig zijn. Maar het is wel een beetje inherent aan het zendingswerk. Dus ik zou daar ook niet al te dramatisch over willen doen. Want het zijn ook wel ervaringen die de Heer nodig vindt om je iets te leren. He, dingen die je anders nooit zou kunnen leren, die leer je in tijden van beproeving, van verdrukking. He, en dan zegt Paulus ook van dat hij zelfs roemt in de verdrukkingen, omdat hij dan de kracht van God ervaart, de afhankelijkheid van God, maar hoe God hem uithelpt. En dat hij dan door het lijden of door de verdrukkingen dingen leert als leidzaamheid. En de leidzaamheid werkt bevinding. En de bevinding werkt hoop. En de hoop beschaamt niet. Dus dat zijn dingen die je leert juist in die periodes. Dus daarom kijk ik er ook niet met verkeerde dingen, gedachten op terug. Nee, precies. Ook mooi. Ja, kun je in die zin dan ook zeggen, vanuit uw ervaring dan, dat zending dan ook wel een meerwaarde heeft? Of een,
een positieve invloed kan hebben, meer vertrouwen op God? Je krijgt er meer voor terug dan wat je opoffert. We zien het vaak van zending is een offer. Maar het is echt zo, je krijgt meer terug dan wat je opoffert. En nou ja, toen we uitgezonden werden naar Papua, toen was de uitzenddienst over die tekst uit 2 Korinthe 12. Van mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dat is echt waar. Je merkt in het buitenland hoe zwak je bent. In een andere cultuur, hoe je God elke dag nodig hebt, maar dat hij dat ook wel geeft wat je dan nodig hebt. En dus dan zijn kracht, zijn wijsheid die je nodig hebt, die wilde hij geven. En dan krijgt hij ook de eer. Ja. En dat is echt wel een levensles, want ja, daar raak je nooit in uitgeleerd. Steeds ervaren van zonder mij kun je niks doen. Ja, ja. Ja, mooi. Dat, ja. Ik geloof dat er dan ook wel iets is wat je juist in dat zendingsleven, wat ook wel een heel afhankelijk leven denk ik dan ook Klopt. Is. Ja, zo hebben we het wel ervaren. Ja, ja. Ja, mooi. Jullie zijn uitgezonden vanuit Nederland, ook dan denk ik sowieso bij Ecuador, ook echt vanuit een gemeente. Hm. Hoe hebben jullie dat ervaren, zeg maar, de betrokkenheid vanuit Nederland? Want wij, nou, de kijkers denk ik ook thuis, velen die blijven wel gewoon in Nederland, hebben geen werkzaamheden echt in het buitenland wat zending betreft. Merken jullie wel een stukje betrokkenheid bij de zending? Ja. Nou, dat hebben we hier in Houten echt wel heel duidelijk ervaren. Dat er door de gemeente niet alleen meegeleefd, maar ook meegebeden werd. En als er zorgen waren, dan waren onze zorgen de zorgen van de gemeente. Als er blijdschap was, was dat ook zo. Wat ik ook wel als heel bijzonder ervaren heb, toch wel dat toen we terug moesten komen uit Papua vanwege onze kinderen, vanwege het onderwijs, dat er dan toch weer een gezin in Nederland is die je werk kan overnemen. Dus dan merk je eigenlijk, ja, je mag de fakkel een poosje dragen en weer doorgeven aan iemand anders. Ja. Familie Giljam, die stond toen na een poosje in de startblokken om het werk in Papua over te nemen. En dat hebben we ook heel sterk ervaren in Ecuador. Dat zelfs uit onze eigen gemeente, familie Korpel, Dick en Maria Korpel, klaar stonden eigenlijk om het werk in Guayaquil, in Ecuador, over te nemen. Ja. Dus dan merk je van, ja, je doet het niet alleen. Je bent maar een klein schakeltje in het grote geheel. En het is eigenlijk, ja, de fakkel een poosje dragen, zoals bij de Olympische Spelen, en doorgeven aan de volgende. En uiteindelijk, het zendingswerk is niet ons werk, maar het werk van God. Ja. En daar schakelt hij mensen in en hij schakelt ze ook weer uit. Ja, mooi. En wat is dan, wat was voor jullie dan eigenlijk het belangrijkste wat wij in Nederland, mensen in Nederland, in de gemeentes, voor jullie kunnen betekenen in het buitenland? Nou, we hebben heel sterk ervaren dat het gebed iets is wat er eigenlijk als een soort muur is rondom je als zendingswerker. Je leest van die knecht van Elisa dat hij dat niet ziet en dat er allemaal vijanden zijn. En die zijn er ook inderdaad, er zijn ook heel veel moeilijkheden en problemen geweest. Maar als dan de Heer zijn ogen opent van die knecht, dan ziet hij dat er veel meer engelen zijn dan vijanden. Ja. En ja, zo moeten we om onze zendingswerkers heen staan als, als een muur, een muur van gebed. En Paulus zegt het ook, wees mijn medearbeiders, meestrijden in het gebed. Ja. Dat is denk ik het belangrijkste. En tegelijkertijd ook in het gebed vragen van, Heere, is er misschien ook voor mij een verantwoordelijkheid? Dat kan zijn hier in Nederland, maar dat kan ook zijn, er zijn nog zoveel vacatures. Wie draagt de fakkel verder naar die plaatsen waar het evangelie nog niet bekend is? Op Guinea zijn verschillende vacatures, hoorde ik van Annemieke Vader. Iedereen mag ook in het gebed zich afvragen van, Heere, wie moet er gaan? Zal ik gaan? Dat mag ook ons verlangen zijn, vind ik. Dat hoort ook bij het gebed. Bereid te zijn, om daar ook in geroepen te kunnen worden en dan ook die fakkel over te nemen en een plek over te nemen. Precies, ja, mooi. En nogmaals, wat je opoffert, dat is natuurlijk veel. Familie, vrienden, soms je baan, soms je huis. Maar wat je ervoor terugkrijgt is meer. Ja. Dat heb ik ervaren.
En je hebt echt een hele goede meester in het zendingswerk. Er is geen betere. Ja, mooi. Ja, heeft u nog een laatste opmerking of boodschap die u nog graag zou mee willen geven aan de mensen die thuis kijken? Nou, ik denk dat het werken onder de jeugd ook op het zendingsveld heel belangrijk is. Op het ogenblik wordt er echt een aanslag op de jeugd gepleegd. Ik zie dat ook in deze crisis. Dat het geprobeerd wordt om de jeugd los te weken van de kerk. En daarom vind ik het ook heel belangrijk dat je dit doet. Deze actie voor het jeugdwerk in Ecuador en Albanië. Want het is zo belangrijk dat er niet alleen financieel, niet alleen moreel, maar ook geestelijk meegestreden wordt met de jonge mensen. Want ze zijn de toekomst van de gemeente hier in Nederland, maar ook over zee. Ja. Dus daarom, ja, jouw actie is heel belangrijk. En ik vind het fijn dat je dit doet. Nou, bedankt in ieder geval ook daarvoor. En sowieso bedankt voor uw woorden en openheid. En mogelijkheid om hier te zijn en ook de kijkers een beetje mee te nemen in uw ervaringen. En ook wel hoe God ook zijn wegen gaat met mensen. Soms ook, ja, het is ook ongedacht, omdat je soms denkt, gaat het allemaal goed? Ja. Maar als je dan terugkijkt, dat hij ook zegt, dat ook puzzelstukjes dan op zijn plek vallen. Ja, zeker hoor. Dat mogen we ook wel zeggen als we terugkijken op meer dan 20 jaar, 22 jaar dat we in het buitenland gewerkt hebben. Van Gods zorg voor de kinderen, voor de kleinkinderen ook. Ja, dat is ook toch tot bemoediging. Want als de ouders geroepen worden, dan zorgt hij daar ook voor. Ja, mooi. Heel erg bedankt voor alles en wellicht tot ziens. Oké, ja, en jij hartelijk dank. En sterkte met het verder fietsen, want met deze warmte is dat toch best wel pittig. Ja, komt vast goed. Bedankt. Oké.